barmhartigheid. En wat willen we eigenlijk? En willen we eigenlijk een stad waar bijvoorbeeld armen, gehandicapten, vreemdelingen en ex-gedetineerden aangewezen zijn op de barmhartigheid van de burgers? Het is een term die uiting geeft aan persoonlijke betrokkenheid en compassie met de medemens. Het is een term afgeleid uit het Latijnse misericors. Cors, cor, betekent hart. En barm, oorspronkelijk arm, is de vertaling van miser, ongelukkig, ellendig. Barmhartigheid betekent dus hart hebben voor de ongelukkige, de zwakke, de ellendige. En op zich is daar natuurlijk niets mis mee, integendeel. Want barmhartigheid vormt ook het fundament van rechtvaardigheid. Maar het is niet hetzelfde. Barmhartigheid veronderstelt immers een eenzijdige relatie, die van de barmhartige jegens de minder bedeelde. In deze eenzijdige relatie plaatst degene die op de daden van barmhartigheid is aangewezen in een afhankelijke, onderdanige positie. Van de barmhartigheid en met name de kwestie van de werken van barmhartigheid. In ieder geval in mijn interpretatie van het verhaal over de werken van barmhartigheid is het draaiende punt niet zozeer dat je iets moet doen, maar dat je moet zien dat de ander in jouw positie is. Dus het draaiende punt is niet dat, dat je een soort plicht hebt ten opzichte van de zwakkere ander. Het draaiende punt is dat jij de zwakke ander had kunnen zijn. En die vorm, de barmhartigheid als een soort ondergrond van ik had zelf ook degene kunnen zijn die aangewezen is op barmhartigheid, is denk ik, zou ik willen verdedigen, uiteindelijk de grondslag ook van de mensenrechtendiscussie. Maar juist waar we elkaar niet begrijpen, dat op dat moment ontstaat zijn. Juist op het moment dat we denken, maar deze persoon, hoe bestaat het? Dan hebben we iets te pakken. En dat laat de stad zien. De stad bestaat niet uit gelijke, maar uit ongelijke mensen. Die op heel verschillende motieven en met heel verschillende visies dezelfde ruimte bewonen. In deze zin mag de stad, wat mij betreft, wel enigszins in ere worden hersteld. Daar gebeuren dingen die belangrijk zijn en die we wat scherper zouden mogen zien.